de 6 winnaars van de Lions Peace posterwedstrijd. De winnaars zijn vanmiddag op het hoofdkwartier van de Boy Scouts bekendgemaakt. Hun posters gaan door naar de volgende ronde in het International Lions Peace Poster Contest. Aan de jaarlijkse posterwedstrijd die in 100 landen wordt gehouden, hebben tientallen kinderen tussen 11 en 13 jaar van 25 scholen meegedaan. Suriname valt met Guyana en Trinidad en Tobago onder subdistrict 60A. En uit deze regio zal er 1 winnaar gekozen worden. Deze stroomt dan door naar de finale. De wedstrijd is bedoeld om de vrede tussen mensen te bevorderen. Dit zegt Lion Joyce Floor. Maar als we praten over vrede, dan denken we meestal alleen aan oorlog, geen oorlog, niet vechten. Maar in feite is peace meer dan dat. Vrede is ook het gevoel dat in jou zit als mens. Het gevoel dat je hebt, het contact dat je hebt met je omgeving, met iedereen om je heen en met alles om je heen. Dat uit je als vrede. Vandaag mogen jullie ook je vrede uiten. Vrede kan je uiten op verschillende manieren. Je kan dansen, een vredesdans doen. Je kan een leuk gedichtje schrijven. Je kan muziek maken, noem maar op. Maar jij gaat het doen in de vorm van een poster, in de vorm van een tekening. En in je tekening gaan we zien wat jij als persoon ervaart als vrede. Wat voel je wanneer je denkt aan vrede? Wat gaat er in je om wanneer je denkt aan vrede? Dat gaan wij vandaag van jou zien. Ik weet dat jullie het kunnen, anders zaten jullie niet hier. Iedereen stuk voor stuk gaat op zijn manier dat doen en je kan het. Aldus Lion Joyce Floor. De 6 winnaars van de Lions Peace posterwedstrijd zijn vanmiddag bekendgemaakt.